Op de nieuwe cultuurkaart van Nederland staat Leeuwarden op de 5e plaats van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Een positie om trots op te zijn. De kaart is ontwikkeld door onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten. Met de nieuwe cultuurkaart is het mogelijk om het culturele aanbod in een stad te vergelijken met andere steden. Amsterdam staat op nummer 1. Groningen is tweede en Utrecht derde. Leeuwarden staat dus vijfde. Leeuwarden wil in 2018 de culturele hoofdstad van Europa zijn. Dat probeert ook Utrecht, die met een derde plaats net boven Leeuwarden staat. Van de overige kandidaten voor culturele hoofdstad staat Maastricht 8e, Den Haag 10e, Eindhoven 18e en Almere 49e.